welkom deze nieuwe video van Polestar. Wij gaan nu met de fiets naar de Euroshop en het shoppingcenter. We gaan in het shoppingcenter gaan we geld afhalen. En aan de Euroshop gaan we eens kijken voor 30 lichtjes op de fiets. Vanachter is dat eigenlijk totaal geen probleem. Zodat je kunt zien. Maar van voor wel. Waar hangt hij weer? Ah, hier. Waar is mijn lichtje? Mijn lichtje zit er. Mijn lichtje. Oei. Mijn lichtje is eraf. Ze hebben mijn lichtje gestolen, denk ik. Wow. Want die hangt er altijd van voor een lichtje aan. En die hangt er, zodat je kunt zien, niet meer op. Die hangt hier van voor. Dus die zit er niet meer op. Die hebben ze... gek. Afgehaald of zo. Het is ook de eerste keer dat ik het zie. Want ik heb het nog niet gezien. Dat het er af was. Dus, oei. Dat is niet zo goed. Dus we gaan in de Euroshop lichtjes kopen. Voor van voor. En van achteren. Beter te doen. Dus dan gaan wij iets gaan halen. Tot straks. Zo, we zijn nu in de shopping. We gaan nu... We gaan daar eens dat is afgehaald en nu gaan we naar buiten en dan zetten we onze koers verder, dankjewel. Dus, kijken. Helemaal naar de workshop om daar de lichtjes te halen. Dus we gaan goed nadenken over het budget dat we hebben. Dus we hebben €60 en daar gaan we over nadenken wat we gaan kopen. Sowieso voor het konijn en de kat. Dus dat gaan we nu allemaal even regelen. Zo, we zijn nu op het pad om naar de Euroshop te gaan. De Euroshop ligt hier. Zo, dat je kunt zien. Ligt de Euroshop hier. Dus we zijn er bijna. En dan hoop ik dat ik alles kan vinden wat ik nodig heb. Zowel de fluvestjes als de lichtjes. Voor de rest moet ik nog bekijken natuurlijk. Hè. Dus we gaan even naar binnen. Dus we zien hier heel veel fluvestjes. Heel veel. Van alle maten. Van alle maten. Kleuren. Tot. Daarbij denk ik dat ik zo eentje ga pakken. Aangezien het toch simpel ook kan. En dat is maar €4. Dus ga ik nu nemen. Voilà. €4. Die moeten we nooit een lichtjes hebben. De lichtjes. Houtjes van hier zijn ook heel fietsen. Dus kijken wat dat een lichtjes. Lichtjes. De goede lichtjes zijn, en, want ik denk niet dat we nu goed opvallen. Dus hier hebben we heel de rion lichtjes. En we gaan eens kijken wat het beste is, wat goedkoopste is. Ik kijk naar de prijs, want je kunt heel veel uitgeven. Maar daarvoor moet je dan wel eens kijken van is de kwaliteit. Dus dat is wel een ding allemaal. Dus twee met €10. Dit ziet er ook wel heel goed. Ah, hier heb je €9. Dan zit er dan twee lichtjes in. Dat is ook wel een gewoon lichtje. Eens kijken. Dus, eens kijken. Hier heb je natuurlijk al twee, dat is €9. En dat is €2,95, maar dat heb je alleen maar een wingen. En hier heb je gewoon heel de set erin. Dus ik denk dat ik deze ga pakken. Deze. Ja. Je hebt heel veel fietsen. Het zou eigenlijk zo'n fiets moeten zijn met zo'n heks gewoon achter. Maar ik heb een kleine maat. Dus ik zit aan 16 inch. Dacht ik dat beter. Dingen zijn. Dus 16 moet ik hebben. Dat vind ik allemaal mooi. Maar die is wel klein, denk ik. Die vind ik al mooi, zo stoer.
Dus, en ook met die dingetjes vind ik altijd heel leuk. Dus we gaan eens verder kijken. Maar je hebt er super veel konijn. Heel veel, echt. Heel die rayon tot hier is allemaal voor konijn. En we gaan eens kijken wat we gaan kopen voor het konijn. Konijn, ja, is natuurlijk ook kerstmis en nieuwjaar voor haar. Dus we gaan eens kijken wat we voor het konijn in de mand kunnen maken. Dus we gaan eens kijken. Ik denk eerder zo van die stokjes. Zo, een paar van die stokjes. En dan denk ik ook nog iets lekker om te kauwen. Ik heb er echt heel veel. Ik heb al zo'n zakken. Ik weet niet wat die zakken kosten. Deze zakken. Maar dat is echt, dat is cavia. Dat is allemaal cavia, en ook konijn. Dat is 32 euro voor zo'n grote zak, zeg. Oh, dat is veel. Wat is dat? Dat is voor een... Dus voor niet. Dus, en dit is ook stokjes, maar dat moet ze niet hebben, dan lust ze niet. Oké, dus we gaan een keuze maken en dat zie je zo in de bak liggen. Dus dit. En dit is dan voor het konijn. Dus dat is niet normaal. Dus ja, binnenkort gaan we live met kerst. En dan kan je daar alles zien wat we gekocht hebben voor de kat. Voor de mie, voor het konijn, dus zeker kijken. En volg je Zonnestraaltje nog niet op TikTok, volg haar dan even Zonnestraaltje 01. Ik zal de link hieronder plaatsen, zodat ze de duizend volgers kan halen. En ik zie u later.